tegen had dat onze maatschappij dit soort missies niet zag als oorlog, maar peacekeeping. Dat het een beetje, dat er een eufemisme voor werd gebruikt. En dat wij dus ook helemaal niet voorbereid zijn op soldaten die terugkeren met zulke trauma's. Ja, voor een deel wel. Op zich is dat natuurlijk een goed teken. Hè? Op zich mogen we blij zijn dat we dat niet weten. Want ik denk dat we ons wel eens moeten afvragen waarom het is dat wij in Europa 70 jaar in vrede leven. En ik kwam binnen, ik mocht even luisteren naar Geert Bank. Ik ben nog steeds blij dat we na de Tweede Wereldoorlog een aantal visionaire mensen hadden die zeggen, we kunnen zo niet door. We zullen Europa, wat al twee wereldoorlogen had veroorzaakt, we kunnen zo niet doorgaan. En visionairs zoals Monet, Schumann, Adenauer, De Gaulle zeggen, we gaan niet in vijandbeelden denken, maar we gaan kijken waar we kunnen samenwerken en waar kansen zijn. We vechten met woorden voortaan. Nou ja, was het niet waar. Dus ik vind het zelf wel een zegen dat we dat gevoel niet hebben. Ik voel ook geen gebrek aan respect voor veteranen, dat ook niet. Ik vind dat onze maatschappij daar goed mee omgaat, maar ik zeg wel, er zit iets heel raars in de discussie peacekeeping en vechten. Er zit iets heel raars in, is dit een vechtmissie of is dit een opbouwmissie? Want daar ben ik aardig zwart-wit geworden. Als je militairen ergens heen stuurt, doe je dat per definitie omdat je risico loopt. Als er geen risico is, hoef je geen militairen te sturen. Want IO's en NGO's zijn veel beter in een land op te bouwen dan militairen. En dat wil zeggen dat je per definitie militairen uitstuurt in een situatie waar risico is. Per definitie. En dat moet je als politiek goed beseffen, als land goed beseffen. En daar moeten we ook de afloop goed voor zorgen. Nou, dat laatste doen we. Maar dat eerste, die discussie van is het een vechtmissie of een opbouwmissie, komt voor ons in uniform altijd heel raar over. Want wij lopen altijd in zijn. Maar ja, ook die discussie is ook een kabinet gevallen uiteindelijk. Hè? Ja. Toch? Ja, en dat... Dus er zit iets. Er zit iets wat niet klopt. Dan. Nee, het is iets wat niet klopt, maar het is wel een fundamenteel verschil van inzicht van ons, militairen, naar de politiek toch een soort afstand schept. En als je het oppast, gaat het tot hele rare dingen leiden. In Mali hebben wij de discussie gehad of we niet gepantserde containers moesten hebben. Maar het kan niet zo zijn dat we eerst... Wacht, gepantserde containers? Dus containers, dat als iemand een raket op ons afschiet, dat hij daarop afketst. Dat er niks maar je wist waar je in slaat. Ja, dat de soldaten veilig zijn. Ja. Maar we kunnen toch niet een krijgsmacht inzetten in het buitenland als het nodig is. Als we eerst 3 jaar gaan bouwen. Als we eerst zorgen dat we bunkers hebben en loopgraven, dan gaan we pas weg. En het gekke is, ik doe daar niks aan. Maar als je op de vliegtuigtrap afscheid neemt aan soldaten, dan weten ze, ik ga een risico lopen. Het hoort bij mij. Dat weten ze. Kijk ze in de ogen en ze weten het. En ze weten het.